Project Daybreak hier, live at Castle of Love, samen met... David, uiteraard. En we staan hier samen met... Quintino. Ik mocht vandaag afsluiten op Castle of Love. Je ziet mijn stem is weg, ik heb heel hard meegezongen. Maar een hele mooie ervaring, echt waar. Ja, we hebben nu vorig jaar hier ook gezien natuurlijk. Ja. En nu sluit je eigenlijk de mainstage af. Ja. Wat, is het een verschil in sfeer, in publiek? Of, Ja, zeker. Want normaal doe je een normale set en nu is de afsluit set, dan kan je alles geven. Je geeft altijd wel alles, maar nu kan je wat extra's doen, zeg maar, want er komt niemand meer naar je. En jij moet ze zeg maar de herinnering geven die ze nooit meer gaan vergeten, toch? Dat heb ik geprobeerd te doen. Samen met het vuurwerk natuurlijk, want ja. Daar krijg jij ook de eer voor dan. Ja, dat is leuk. Dat was goed om te zien. Ja, wat is er eigenlijk op dat jaar allemaal gebeurd sinds de laatste keer bij jou geïnterviewd hebben? Echt heel veel. Ik heb residentie in Las Vegas getekend. Heel veel muziek uitgebracht. Ik ben de hele wereld over geweest. Ik ben bijna, denk ik, ben overal geweest. En ja, vanuit Amerika naar Zuid-Amerika naar Kerkraden. En wat is echt jou het meest bijgebleven? Het leukste moment? Leukste was toch wel een van de leukste was Mexico. Voor 30.000 man. Het ging helemaal los en dus ik ken echt al mijn nieuwe muziek. Dat was heel erg leuk. En EDC Las Vegas, dat is wel een van de grootste festivals. Het waren wel mijn highlights, echt mijn kippenvelmomentjes. Zelfs jij krijgt nog kippenvelmomentjes. Ja, ook als ik aan terugdenk of ik zie het filmpje weer eens, denk van wauw. En die tijd gaat zo snel als je aan het draaien bent. En denk van shit, het is alweer voorbij. En waar kunnen we je in de toekomst verwachten? Ik doe wat minder shows nu in Europa, want ik heb het een zomertour gedaan. Dus ik ga straks weer naar Amerika en Zuid-Amerika. En dan doe je eigenlijk een beetje een rondje, zeg maar. Dus dan, je probeert niet te veel overal te zijn. En als je dan bent, dan doe je je stinkende best. Nu komt er nog nieuwe muziek aan ook? Of, Ja, ik heb mijn nieuwe plaat bij Calvin Harris. Die komt over 10 dagen uit, 9 dagen. Dan heb ik een nieuwe plaat op Spinning. Voor mij is echt een van de meest gezochte ID's nu. Ik heb eentje met Blast Jacks nog en nog iets van 10 klaarstaan. Dus het is gewoon een kwestie van tijd om ze uit te brengen. Effectief een momentje vrij vinden tussen al die festivals. En nu heb ik er zoveel klaar en ik draai ze allemaal sets. Dus ik draai bijna de helft eigen muziek. Het is ook heel leuk voor het publiek, dus dan leren ze allemaal nieuwe muziek kennen. En dan zijn ze al bekend met mijn nieuwe muziek. Heb je zo druk met draaien, al die nieuwe muziek die je maakt en zo. Wat doe jij eigenlijk in je vrije tijd? Welke vrije tijd? Oké, dat is een goed antwoord. Ik ga nu, ik was vanochtend thuis gekomen om 1 uur. 3 uur geslapen. Dan heb je gewoon goed mijn rust, ben je lekker thuis. En dan ga je weer door en dan morgen weer. En dan maandag weer naar
Mykonos en Griekenland Ibiza, dus... dus je heeft geen leven dan, of... Het is een supermooi leven, alleen je mist je familie soms wel eens. Wat is jouw geheim? Mijn geheim is heel veel water drinken en goed slapen. Ah, water? Toch Red Bull? Nee, Red Bull is heel Monster, slecht, dan krijg je te veel energie, zeg maar. En raak je aan je slaap? Wat zeg je? Raak je aan je slaap? Ja, kijk, ik wil heel veel kunnen slapen, alleen soms kan het gewoon niet. Dan wil ik het wel, maar ja, dan slaap ik in het vliegtuig, dan lig ik helemaal zo. Dus wat doe je vanavond nog? Weet je wat het allerergste is? Dat stewardessen of mensen in het vliegtuig je gaan herkennen. Zo, hé, ben je er weer? Ik zo, ja. Dan kom je al op een dieptepunt in het vliegtuig. Ja, maar ik vind het heel leuk, hoor. Ik ga over de hele wereld en ik kan foto's maken en ik laat aan mijn ouders zien waar ik allemaal kom. En ja, het is gewoon het leukste, voor mij de leukste baan die er, baan. Ja, het is gewoon het leukste ding wat ik kan doen in mijn leven. Wat brengt deze avond jou nog? Ik moet nog één optreden doen in Utrecht. Een solo show. En dan ga ik lekker slapen. En dan morgen eentje nog. En dan vlieg ik naar Ibiza volgens mij. Wat is jouw meest schaamtelijk moment ooit op het podium? Meest schaamtelijk moment? Ah, dat was en wel het meest grappige. Is dat ik op een heel groot festival stond. Ik was aan het draaien en de mainstage geluid viel uit. Maar mijn monitorgeluid niet. Dus dan weet ik niet dat het uitvalt, zeg maar. Dus ik was nog aan het doorgaan terwijl de mensen geen muziek hadden. Zo awkward. Dus jij zit daar volledig los te gaan. En die mensen echt zo waar is de muziek, ik hoor niks. Wat gebeurt er? Ja, dan zijn je zo ver weg. En dan hoor je niet meer dat, weet je wel. Ja, dat was super grappig. Voor jouw fans, waar kunnen zij jou vinden op internet? Vooral op Instagram. Dat is heel makkelijk. Quintino met twee O's alleen. Okay. Daar laat ik altijd foto's zien waar ik ben, wat ik doe. Als ik uitslaap of niet. Dat is best wel leuk gewoon. En op Facebook natuurlijk is gewoon DJ Quintino. En dan ben je eigenlijk voor alles up-to-date. Weet je alles van mij. Okay. Nog meer dan mijn ouders. Voilà. Dus voor alle stalkers, groepies, Facebook en Instagram. Ja, zeker weten. Go and like it. Voilà. Follow, subscribe, pin, like. Share, like, alles te samen. Zeker. Okay. Bedankt. Bedankt voor jouw tijd. Ja, ook bedankt. En tot de volgende bedankt. Keer. Zeker.